Goedemiddag, dames en heren. Iedereen weet, we zitten in een lockdown. We mogen niet meer buiten. Allee, ja, lockdown, ja, maar noem het wat dat is. Het is een lockdown. We mogen niet meer buiten, we mogen niks meer doen. Oh, niks, ja, geen contact meer hebben met mensen. Of het is op een manier. Allee, ja, we mogen nog van geluk spreken dat we buiten kunnen. We mogen nog met de familielid naar buiten. We mogen nog een keer gaan wandelen of gaan lopen of gaan fietsen. Met twee wel te verstaan en op een meter en een half afstand van elkaar, oké. Maar het mag nog. Mensen in een woonzorgcentrum, die mogen niet meer buiten. Die mogen geen mensen niet meer zien. En ook die mensen die daar gaan werken, dat zijn mensen die in de frontlinie werken. Nee. Bijvoorbeeld, wij van VZW Demiclones, we mogen niet meer binnen. Nee. We kunnen niet meer. Nee. En terecht, nee, want die mensen moeten verzorgd worden. Maar... En daarom zoek ik aan iedereen die eigenlijk op een bepaald moment niet gaat weten wat gedaan in deze tijden van thuiszitten. Oproepen, warm oproepen om een filmpje te maken voor die mensen die in die woonzorgcentra zitten. En ze mogen dit dan een filmpje of een gedichtje voordragen of een liedje zingen of een scheet lopen voor mijn park. Doe wat je wilt. Hé. En je kunt dat dan via de Facebook, hé, via Messenger doorsturen naar VZW Demiclones. Dus via Messenger stuur je het door naar VZW Demiclones. En zij zetten dat dan op hun pagina. En dan kunnen de mensen in de woonzorgcentra dat bekijken. Nee, dus een warme oproep om een filmpje te maken voor al de mensen die je hier ziet en voor de verzorgers en voor iedereen in de woonzorgcentra, omdat VZW Demiclones dat niet meer kan doen ter plaatse. Help ons, alsjeblieft. Merci. Goed, en kon ik er eerlijk zijn, die lockdown, binnen 20 jaar, om mezelf in tot de manus zitten of in het woonzorgcentrum zitten, gaan we weer daarover klappen in de zin van, maar kijk, ik dat ook nog meemaakt in de lockdown. Dus ja, dat gaat wel. Om het goed doen, die mensen, is dat voorbij voordat we het weten. Oké? Verzorg je er, hoed je goed. En merci op voorhand al voor al de filmpjes die je zendt naar VZW Demiclones via Messenger. Merci.